Naar een nieuwe video. Mijn naam is Madelon Vos en welkom bij een nieuwe aflevering van Madelon Praat. Vandaag een behoorlijk serieuze aflevering. We hebben heel veel te bespreken. De koers van Bitcoin daalde deze week met maar liefst. 42% naar aanleiding van de koersdaling op de aandelenmarkt. Ik ga je vandaag precies uitleggen wat er is gebeurd, waarom dit is gebeurd en wat we nu kunnen verwachten. Heel veel vragen die ik deze week binnenkrijg, krijg, uh, zijn in de trant van: is dit het einde van Bitcoin? En is het nu bewezen dat Bitcoin geen digitaal goud is? Is Bitcoin geen store value, etc.? Cetera, et cetera? Ik ga je er alles over vertellen. Daarnaast gaan we het ook even hebben over goud, zilver, de aandelenmarkt. En de toekomst van ons financieel systeem. Want fundamenteel is er in principe niks veranderd. Zowel voor Bitcoin is er niks veranderd als voor het huidig monetair systeem. Maar daar gaan we gelijk dieper op in. Ik zet mezelf even hier ondertussen neer. Uh, ik moet mezelf nog even laten zweven op de voorgrond en dan kunnen we gelijk van start. Goed, zoals je hier voor je ziet, uh, dalen de koersen nu niet meer zo heel erg hard. Maar de afgelopen 24 uur hadden we ook nog een forse daling. We zijn nu op een min van 35% voor Bitcoin. Uh, de altcoins doen het eigenlijk bijna allemaal nog Slechter. Dat even samengevat. Ik heb vanochtend een, uh, een column geschreven over wat er nou precies is gebeurd. En daar was eigenlijk het eerste wat ik zei. Wat een week was dit. Dit is uniek wat ik tot nu toe gezien heb. Ik heb uh, heel veel gelezen en heel veel onderzocht, heel veel boeken doorgekeken. Maar wat we nu zien is een spektakel wat je hooguit één. Misschien twee keer in je leven gaat. Uh, ja, gaat meemaken. Ik was van, uh, van de week bij een familiekantoor. En uh, de, de beste man die tegenover mij zat, die gaf ook aan van ja, uh, de laatste keer dat ik dit gezien heb, was in 1987, als ik me niet vergis. En dat ging over een hele tijdelijke crisis. Wat, uh, wat, wat zich heel erg plotseling uh, wat heel erg plotseling ontstond. En hij vroeg eigenlijk, ja, uh, Mantlon, heel leuk, maar waarom gebeurt dat niet nu weer? Waarom gebeurt het niet nog een keer? Nou, ik heb hier eventjes in deze column het een en ander. Uh, uh, ja voor je op een rijtje gezet. We hebben in de eerste instantie op dit moment te maken met een liquiditeitscrisis. Dit betekent dat er momenteel te weinig geld beschikbaar is. En het klinkt heel uh, stom wat ik nu zeg, maar dit is waar het op neerkomt. Uh, op het moment dat jij in een longpositie zit en je wil uh, je positie omwisselen naar een short, heb je daar geld voor nodig. Als je een margin call hebt, heb je daar geld voor nodig. Als je terug opnieuw je posities wil allokeren, heb je daar geld voor nodig. Wat doet men op het moment dat ze even denken, oeh, dit gaat niet goed... Die neemt een stap terug, gaat aan de zijlijn kijken, verkoopt de boel in paniek, zorgt ervoor dat uh, uh, ja, je even rustig opnieuw je portefeuille op kan bouwen. Dus the game is on. Um, dit is het begin. Dit is de eerste stuiptrekking, dus fase 1. Er is een liquiditeitstekort en uh, wij zitten momenteel in een semi-lockdown. En eigenlijk is die, is die lockdown die... die, die Angst is het begin. Dus ik ga je even kort uitleggen, we zitten met z'n allen in die lockdown. In Europa zitten we in een lockdown, China had een lockdown. En wat betekent dat nou eigenlijk? Als we in die lockdown zitten, zorgt het ervoor dat uh, KLM uh, geen minder vluchten doet. 70 à 90 procent minder vluchten. We hebben gezien dat uh, werknemers van KLM werktijdsverkorting moeten krijgen, omdat ze ja, ze moeten thuis zitten. De overheid moet dat betalen. Uh, ZZP'ers krijgen geen opdrachten meer. Uh, horeca moet dicht. Het zijn allemaal partijen die zorgen voor economische productiviteit en die hierdoor achteruit gaan. En dit is de eerste stap. We gaan waarschijnlijk nog een stapje verder. Complete lockdown. Maak je er niet te druk over. Uh, dit is iets wat gebeurt en je moet je daar een overgeven. Maar dit betekent wel dat dat grote economische gevolgen heeft. En dat is iets wat ik vier weken geleden al aangaf. En eigenlijk werd ik toen keihard in mijn gezicht uitgelachen van... Madelon, het is maar een griepje. Uh, ja, het is eigenlijk onzin wat je praat. Zover komt het toch niet. Uh, dit is het scenario. Uh, en ik vraag me ook af of dit uh, zo. Ja, op wat voor manier dit doorgaat. Laten we het daar even op houden. Dus kort gezegd, we zitten nu in fase 1. Dus die crisis omtrent liquiditeit. Er is te weinig geld. We moeten terug onze, onze portefeuilles heroverwegen. En dan komen we daarna pas in die, in die fase 2. En wat is dan die fase 2? In fase 2 komen we er eigenlijk achter. Ja. Klopt, die aandelen waren inderdaad een beetje te hoog gewaardeerd. En dan is de vraag, wanneer komt die productie weer op gang? Nou, in fase 2 komt die productie nog niet op gang, want de ZZP'ers zitten zonder werk. Er zijn heel veel ontslagen gevallen. Uh, dat is dus de fase nadat de overheid heeft ingegrepen, want KLM moet toch ergens de werknemers uh, lozen op de een of andere manier. Uh, andere bedrijven zullen wellicht minder gaan produceren, omdat er minder vraag is vanuit de mensen. Vanuit de consument. Uh, misschien uh, dat jij minder snel een bank koopt en ik minder snel een auto. En mijn buurman minder snel een nieuwe computer. Het zorgt er allemaal voor dat er minder productie op gang is, minder personeel nodig is. En dan zit je dus in die negatieve spiraal. Voordat je eruit bent, voordat je uit die fase 2 bent, dat duurt even. Dus die, die tweede fase is waar je opnieuw je portfolio gaat herevalueren en gaat kijken. Ja, waar moet ik nou eigenlijk in zitten? Wat is nou slim om te doen en um, vaak wordt er dan een, een toevlucht gezocht in safe havens waaronder dus goud, zilver, andere edelmetalen um, en bitcoin zou daar één van moeten zijn. Ik kreeg ook al berichtjes op Twitter vandaag van mensen die zeiden: "Matlon, je zat er zo erg naast." Nou, dan, dan, dan. Snap je het fundamenteel dus niet? Bitcoin zou je in principe niet moeten zien als digitaal goud. Bitcoin zou je moeten zien als een hedge op het financieel systeem. En we zijn nog maar net begonnen. Het is net van start gegaan. De eerste krakjes, de eerste scheurtjes komen nu. De eerste scheurtjes op de woningmarkt komen nu. De eerste scheurtjes in de obligatiemarkt komen nu. De eerste scheurtjes over banken die elkaar niet meer vertrouwen. Wat we zagen bij Klaas Knot. Wat, wat, wat Nout Welling heeft gezegd. Oud-president van de Nederlandse Bank. Huidig president van de Nederlandse Bank. Wat zij zeiden, dat komt nu uit. En dit is nog maar dit dit is nog niets. Het enige waar we voor moeten zorgen, waar we voor moeten waken, is dat Bitcoin niet kapot gaat voor die halving. Dus dat we niet voorafgaand aan die halving zien dat de prijs zo laag is dat de miners niet meer kunnen zorgen voor een Vertrouwen in het netwerk. Dus als er veel miners afhaken, dan krijg je daar dus een probleem in. Dat is het enige waar ik me momenteel zorgen over maak. Fundamenteel is er niks veranderd. Zowel in het monetair financieel systeem niet, zowel bij Bitcoin niet. Ik heb ooit een keer met, met Rutger van Zuidam een discussie gehad. Ik denk dat dat in 2016 geweest is. En hij zei toen: Wat lol, moet ik eigenlijk Bitcoin kopen? En hij zat er al echt tot vanaf 2012 of zo in. En. Um, dat was het moment waarop de markt vet hard omhoog ging. Ik denk misschien rond, ik, ik weet niet meer precies welk moment het was. Maar hij zei op een gegeven moment: Ja, uh, Madelon, hij belde me op. En uh, Rutger en ik kunnen uren, uren aan de telefoon hangen. En toen zei hij: ja, moet, ik, moet ik nou Bitcoin kopen? En eigenlijk was mijn antwoord: van, Vraag je dit nou aan mij? Maar oké, okay, fundamenteel is er niks veranderd aan Bitcoin. Ten opzichte van vorige week niet, ten opzichte van twee weken geleden niet, ten opzichte van een maand niet. Volgende week zal er ook niks veranderen. Het gaat om het feit dat alles eromheen verandert. Er is liquiditeitstekort en dat zorgt ervoor dat iedereen de markt ontvlucht. Dus dat is wat ik hier uh, in dit stukje uiteen heb gezet. En als we even eens teruggaan naar dat stomme coronavirus, hoe dat ook weer precies begon. Dat begon met het feit dat Trump in Amerika zei, terwijl hier de eerste uh, besmettingen aankwamen: dat Trump zei: Het is maar een virus. Het is onder controle. Maak je niet druk. En daar spelen natuurlijk de verkiezingen een ontzettend grote rol. Maar waar het op neerkwam is dat hij zei: Wij hebben het onder controle. Alles komt goed. De stockmarkt ziet er fantastisch uit. Hij heeft zelf nog een keer getweet: Dit is een prachtig moment om in te kopen. Uh, ja. Dit, ik, ik weet niet. Ik had het niet zo tegen Trump, maar ik vind dit gewoon niet tactisch. Ik pas wel op met wat ik zeg, maar als president zou je dat helemaal moeten doen. Maar goed, uh, het, het, ja, het kenmerkt de man gewoon. Goed, we hadden daarna um, een, een, een behoorlijke discussie over... hoe kan het nou dat Nederland niet op tijd ingrijpt? Dat andere landen niet op tijd ingrijpen? Ja, we zien een daily increase van 33%. En mensen kunnen... Niet zo goed exponentieel denken. Uh, Herbert die gaf het voorbeeld van een, een koning. En ik weet niet meer precies hoe het ging. Maar het kwam erop neer. Als je telkens. Uh, een een schaakboord heeft 64 stukjes. Als ik me niet vergis. Ik ben niet zo van een schaken. Maar goed. Als je daar telkens één. Uh, 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 een graankorreltje neer zou leggen of rijstkorreltje... en je vermenigvuldigt dat telkens... dus van 1 naar 2, van 2 naar 4, van 4 naar 6, et cetera, et cetera... dus exponentieel... dan moet je daarna gewoon hele zakken met rijst gaan aanslepen... voordat je bij die 64 bent... als je telkens die rijstkorrels verdubbelt. Dus mensen kunnen niet goed fundamenteel um, nadenken over... hoe een exponentiële increase eruit ziet. En um, wij zagen dit als crypto-vanavond best wel vroeg van tevoren aankomen. Ik heb best wel nauw contact gehad met heel veel mensen in de crypto-branche over dit onderwerp. onder tuur de meester Bart van Maarsseveen, Mark van de Scheis, um, waarin ik best wel vaak gevraagd van hoe kan het dat de overheid niet ingrijpt uh, en, en wat is er nou veranderd? Um, en eigenlijk kwam, kwam uh, de jongens van lekker cryptisch die kwamen tot de conclusie dat mensen niet goed zijn in exponentieel nadenken. Nou, heel erg logisch in principe, uh, maar dat zorgde er dus voor dat je niet op tijd die quarantaine uh, restricties toepast. Dus eigenlijk had men veel eerder moeten zeggen: we gaan in quarantaine, we sluiten de boel, uh, we betalen jullie twee weken door. Dat zou goedkoper geweest zijn dan wat er nu plaatsvindt, dan wat er nu gebeurt. Cryptisch die schreven een ontzettend mooi stuk. <klaars> Ze schreven namelijk een stuk over. Wat de uh, mogelijkheden zijn voor een economische crisis en wat voor omvang die zou hebben. En er is onderzoek naar gedaan van een professor uh, van de Universiteit van Californië. En hij heeft uh, een stuk geschreven over flattening die pandemic curve. Je hebt er vast al wel wat over gezien. Flattende curve heeft te maken met dat je het zorgsysteem zo min mogelijk belast. Dus er gaan nog steeds veel mensen ziek worden, maar dat wordt gerekt over een langere tijd, zodat niet de IC's zwaar overbelast zijn. Nou daarvoor moet je maatregelen nemen. En die schade van die maatregelen die gaat ontzettend groot worden. De consequenties daarvan zijn volgens de professor enorm. En zijn drijfveer achter uh, de zin waarmee hij de brief opent: we staan voor een economische crisis van historisch ongekende proportie. Neem bijvoorbeeld China of Italië in gedachten. Social distancing leidt tot de schuiten van scholen, universiteiten, bedrijven. En het overgrote deel van de werkende bevolking wordt gevraagd om thuis te blijven. Misschien dat een paar mensen van het huis kunnen werken. Kortom, de juiste maatregelen voor de gezondheid van mensen hebben het bijeffect dat er aan de economische handrem wordt getrokken en dus grotendeels stil komt te liggen. En hij zegt hier: de moderne uh, economie is complex en compleet met elkaar verbonden. Uh, medewerkers, bedrijven, toeleveranciers, consumenten, banken, tussenpersonen. De noodstop die nodig is om het virus te remmen is blijkbaar genoeg om het systeem uh, om te duwen. Hij heeft het zelfs over een, een economisch dominoveld, waarbij je dus allemaal stenen allemaal in één keer omver worden gegooid. Ja, die, die beslissing om te isoleren is dus verstandig. Maar uh, collectief kan het een catastrofe opleveren voor de luchtvaartsector, de horecabranche, de taxibranche. Um, en hij zegt hier zelfs dat de schade van de coronacrisis veel groter zal worden dan de schade van de bankencrisis in 2007. En dit is wat ik al vaker roep: hè. het zijn allerlei verschillende factoren. We hebben dus die, die obligatiebubbel, we hebben de repo-markt, we hebben nu die coronacrisis, we hebben banken die elkaar niet meer vertrouwen, we hebben Deutsche Bank in problemen. De oudste bank van Italië niet te vergeten, nu helemaal nu daar onrust is. Uh, en je kan er gif op innemen dat mensen sneller naar de bank gaan om geld op te nemen. Uh, ik moet heel eerlijk toegeven, ik ben er ook schuldig aan. Maar met mij zullen er nog meer mensen zijn die dat gedaan hebben. En dit zegt dus wel uh, voldoende. Uh, als zelfs professoren dit al schetsen, dit scenario, dan weet je eigenlijk wel genoeg. Goed, en welke sectoren uh, vinden hier dan allemaal hinder van? Nou, we zien hier de, de airlines, casinos, hotels en cruises. Die gingen dus al op 5 maart, en dat is volgens mij 10 dagen geleden, 11 dagen geleden, die gingen toen al voorsprongig uit. En we zeggen eigenlijk pas afgelopen maandag, het is nu. Maandag de 16e, dus maandag de 9e, dat de beursen ontzettend hard onderuit vielen. Dus dit is nog niet eens, uh, hier is nog niet eens die mega-crash in meegenomen. Laat staan die crash van vandaag. En wat kunnen we hier nou mee doen? Wat, 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 wat zijn de mogelijke oplossingen? We hebben uh, Iran, die nu het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, vraagt om hulp. Uh, ze hebben nu 10.000 cases en ze, ze willen heel graag een lening bij het IMF. Uh, in Italië lossen ze het als volgt op: de Italianen hoeven even kortstondig een hypotheek niet te betalen, dus het is allemaal lastenverlichting voor die consument. Dus ze zorgen ervoor dat die consument alsnog kan gaan besteden. Daarnaast hebben ze ook uh, de huishoudens hoeven geen hypotheek meer te betalen. Uh, ik dacht dat er ook iets werd. Oh, hier, de Italiaanse MKB-bedrijven hoeven voorlopig geen bepaalde belastingen en rentes op schulden meer te betalen. Dus ze proberen ervoor te zorgen dat. Uh, bedrijven kunnen blijven leven en dat consumenten blijven besteden... zodat dat een wisselwerking is. Nu kun je heel lang discussiëren over de vraag... of je überhaupt wil dat die bedrijven dan blijven leven... want je zou kunnen zeggen, nou, iets minder bedrijven... Uh, is wel een gezondere economie. Uh, alles, alles fungeert momenteel op schuld. Uh, bedrijven blijven recht overeind staan... omdat ze heel veel schulden aangenomen hebben. Dus dat is een discussie waar je uh, behoorlijk wat over kan zeggen. Ja, Eden, schrijver van het boek Geldmoord, hieronder staat trouwens ook een linkje als je het interessant vindt, die zegt altijd dat het gaat over neppe welvaart, Nep -welvaart. Uh, Iedereen verhypotheekt zich zeg maar, verleent zich zeg maar met kop en kont en de schulden. Maar dit geld heb je eigenlijk niet. Het is eigenlijk geld wat je pas in de toekomst krijgt, wat je nu al gaat besteden. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Wat doet ons kabinet? Nou, ons kabinet heeft aangegeven dat ze het MKB willen gaan steunen. De horeca is natuurlijk nu dicht. Stel, je moet een lening aangaan. Daar wil uh, het kabinet dus iets mee doen. Er wordt ook gesproken over het uh, bijstaan van eventueel ZZP'ers. Het zijn er toch 1,2 miljoen in Nederland. is dus toch best wel handig om ook die te supporten, zodat die besteding op peil blijft. Maar ook dan, waar komt dat geld dan weer vandaan, et cetera, et cetera? Um, Goed, de vet die greep uh, uh, ontzettend hard in. En dit dateert van 16 maart, gisteravond of gisternacht kwam het bericht tot mij dat de Federal Reserve de rente ontzettend hard verlaagt. Hier zien we uh, dat de rente uh, verlaagd is naar een, uh, met een volle procentpunt naar tussen de 0 en de 0,25 procent. Dit is fors, dit is insane. Even voor je beeldvorming, uh, ter vergelijking. Toen Lehman viel, Lehman Brothers, uh, een Amerikaanse bank, grootbank, die, uh, die, die viel om in op 31 oktober 2008, denk ik. Um, toen die omvielen, of toen die omviel, was er een emergency rate cut van 50 basispunten. Nu is er een emergency rate cut van 100 basispunten. Een emergency. Niemand heeft het gehad over een emergency. Um, of althans, waar is die, vindt die emergency plaats? Waarom hoor je niks in het nieuws? Etcetera, etcetera. Dus, um, er is iets aan de hand. Uh, dit is groot, dit is insane. Het is het schouwspel wat zich voor onze ogen afspeelt. Waar we jaar, een jaar over gesproken hebben al vanaf augustus 2000. 18 zelfs al, waarin ik in een van de eerste video's al zei, we hebben die curve die omgedraaid zit met lage en de, en de lange en de korte rente. Uh, en dat was al een eerste voorbode. En de Fed heeft daarnaast al eerder aangegeven dat ze 1 triljoen uh, dollar in de repo-markt uh, uh, pompen in twee dagen tijd onder het mom van QE. Not QE, dit is QE4. Dus er komt heel veel geld bij. Ook nu hebben ze weer, ik dacht. 700 miljard um, bijgedrukt. En wat betekent dit nou? Ook voor Nederland. Wat, wat kun je hier nou in vredesnaam mee? Want dit is best wel een lastig ding. We zien dat de pensioenfondsen dat de dekkinggraden omlaag gaan. En ik dacht dat hier nog niet eens... Um, een heel groot deel nog niet eens in meegenomen is. De afgelopen val van de stokmarkt, volgens mij nog niet. Ik weet niet in hoeverre dit van de Telegraaf up-to-date is. Maar we zien dus ook dat de pensioenfondsen achteruit rollen. Er waren tijden dat pensioenfondsen een dekkingsgraad hadden van, ik dacht, 300 Volgens Jan Nieuwhuis. En dit loopt echt fors uit de hand. Als dit niet snel opgelost wordt. Nou, Rauwe zegt uh, dat de markt het moet accepteren. This is war. Dit is oorlog. We moeten zorgen dat we on met, ons met kop en kont hier, hier uittrekken. Maar hoe? De uh, Federal Reserve probeert het. Uh, this is the real battle against the virus. Dus hier wordt heel erg gesteld dat het virus de boosdoener is. Maar eigenlijk, heel eerlijk, liggen er allerlei fundamenten allemaal verschillende punten samen die nu op dit moment samenkomen en dat virus geeft het eerste zetje en al die domino steentjes wat dus die professor van de universiteit van Californië ook al zei die vallen nu allemaal langzamerhand om. We hadden de opening vandaag uh, en 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 dit dit was insane. De opening op de beurs S&P 500 uh, die ging gelijk. Op de eerste milliseconden werd er een hal toegeroepen. Dus dat betekent dat trading wordt gestopt op dat moment... wanneer de S&P lager dan 7% komt. Daarna heb je 1 op 13% en daarna heb je 1 op 20% hangen. Uh, 20% sluit hij de hele dag. Halt het is 15%... Uh, halt het is uh, 15 minuten bedoel ik. De eerste keer en de tweede keer ook 15 minuten. Daarna dus de hele dag. We zagen gelijk, halt het... Uh, insane. Ondanks dat dus de Federal Reserve die maatregelen aangekondigd heeft. Wat we juist in uh, bijvoorbeeld Australië zagen, was toen de Royal Bank of Australia aankondigde geld in de economie te pompen, dat daarna de markt wat weer opvuurde. Hier zien we dat niet. Dus dit zegt wel voldoende. Um, the world has changed. En dat vond ik een hele mooie. Ik had uh, Willem even gevraagd naar aanleiding van de podcast om een quote. Ik wilde graag van hem weten hoe hij nou naar de markt keek en wat zijn visie erop was. En eigenlijk zei hij. Direct al, uh, er is een tijd voor 2020 en er is een tijd na 2020. The world has changed, sluit hierop aan. De wereld is veranderd, maar we gaan niet ten onder. We gaan niet kapot. We gaan niet dood. De wereld draait door. En uh, doe je je voordeel uit. Dat is eigenlijk wat ik uit zijn, uh, uit zijn verhaal, de strekking uit zijn verhaal haalde. Dus er is een tijd voor 2020 en er is een tijd na 2020... of de crisis van 2020, net als 2008. Um, en dit stuk dat sluit daar dus compleet op aan... Wat was de grootste mistake? wordt hier gezegd. Uh, wat we zien aan die Greed Fear Index. dat is wel interessant. We zagen die volgens mij op één punt staan. En volgens mij heb ik hem nog niet eerder zo laag gezien. Hij staat nu op drie. Uh, misschien heb ik het ook wel me verbeeld hoor. Maar uh, we zien hem dus nu op drie punten staan. En uh, dat is wel. Uh, ja, ja wel, wel heftig. Als uh, contrair handelaar. Wat, wat ik meestal doe, is tegen de markt inkopen. Ik heb ook weer Bitcoin bijgekocht. afgelopen week. Um, en wat je. Wat je doet, is als contrair handelaar, je doet wat de rest niet doet. Dus in deze zou je zeggen. Oké, okay, ik ga nu allemaal aandelen kopen, ik laat mijn hele portefeuille vol en we zien wel wat er gebeurt. En dat is contrair gezien ook heel erg slim. Maar we weten dat fundamenteel die fouten, die uh, problemen niet opgelost zijn. Als we die bedrijven maar blijven voeden met, met leningen en recht overeind laten staan. Met, 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 met nep, nep welvaart. Dan is zo'n bedrijf nog steeds niet koopwaardig in mijn ogen. Maar goed, dat ben ik. En iedereen mag hier zijn eigen afweging maken. Over het algemeen, contrairkoop, kopen Heel interessant. Uh, By the dip, zoals ze zeggen. Maar voor mij niet. Goed, we hadden nog iets anders interessants. Uh, je hebt het waarschijnlijk wel gezien. Goud, zilver, bitcoin, alles ging onderuit. De liquiditeitscrisis zorgde ervoor dat de hele markt op zijn gat ging. En die zo'n beetje ook. Ook goud en zilver hadden hiermee te maken. En we zagen een soort supply squeeze. En dat had ermee te maken dat er te weinig goud en zilver was. Ik weet niet of je geprobeerd hebt afgelopen week zilver of goud te kopen. Het lukte niet. Het lukte niet. Um, je moest zelfs op de lijst staan als je goud of zilver fysiek wilde aanschaffen. En. Um, ja, daardoor stond, ontstond er een soort premium bovenop de prijs van uh, 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 fysiek. En dat zorgde er dus voor dat die, dat die prijs omhoog ging. Er werd al heel erg lang gespeculeerd over of er een switch zou komen tussen fysiek en papiergoud. Dus of die een andere prijs zouden hebben. Er is dus ook veel meer papiergoud dan dat er daadwerkelijk fysiek is. Wat ik altijd een beetje lastig vind. Maar er zijn mensen die dat juist heel mooi vinden omdat er zo'n goede marktwerking ontstaat. Um, maar goed. Dit uh, is dus wel een ding dat we zien dat uh, die, die, die prijs ontzettend omhoog ging. En nog steeds, uh, waar, we hadden het er net al over, ik moet eigenlijk nog even terug, die, die goud- en zilvermarkt, um, als, als we daar in zijn algemeenheid naar kijken, is dat de eerste markt waar je interesse in zou hebben als fase 1 voorbij is? Dus als die paniek op de markt voorbij is, wat ik net ook al zei, fase 1, liquiditeitscrisis, als die fase 2 komt, dat is eigenlijk het moment waarop je moet denken. Hey, hier moet ik bij zijn, nu moet ik voor staan Als mensen opnieuw uh, gaan allokeren. Dan hadden we nog uh, Bitmax. En dit was best wel interessant, want uh, Bitmax ging offline tijdens de, de crash van vorige week. En uh, dit is echt, echt, echt een heftig ding. En ik ga het even proberen goed uit te leggen. bij Bitmax moesten allemaal orders geliquideerd worden, die allemaal uh, longposities hadden aangehouden. Dus er kwam een long squeeze. En wat houdt dat in? Al die liquidaties die worden in één keer hop, 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 hop op de markt gepusht. Maar er was geen volume op Bitmax. Dus wat betekent dat? Als, als er dan op dat moment niet opgesloten wordt of geld in de markt wordt gepusht... dan gaat die hele markt naar nul. En als Bitmax de, de boel niet stil had gelegd, dan uh, hadden we hier nu heel anders gezeten. En Bitmax die, die, die ging dus uh, ja, op stil. En, uh, en Binance, Deribit, die puste allemaal geld in de markt. Dus iedereen kan zijn eigen afweging hier maken. Maar hoe Bitmax heeft gereageerd, weet ik niet of dat nou heel erg tactisch is. Goed, verder door naar het crypto nieuws. We hebben uh, best wel wat, wat positiviteit uh, gezien. Namelijk: uh, Consensus 2020 gaat virtueel nog steeds door. Dat is ontzettend leuk. Uh, die, die, die pandemie is dan wel uh, heel vervelend. Maar dit zorgt voor allerlei positiviteit en dat is eigenlijk ook wat ik wat ik wat ik wat ik mee wil geven. Er zijn allerlei positieve dingen, ondanks dat we hier in semi-lockdown zitten. Um, er is genoeg positiviteit uit de markt halen, waaronder het rode kruis accepteert bitcoin als donatie. Rode kruis kun je ook sinds kort bellen als ik me niet vergis. Um, en zij helpen allerlei mensen die medicijnen nodig hebben, die niet uit hun huis kunnen vastzitten, et cetera, et cetera. Dus Rode Kruis doet ook hier in Nederland ontzettend goed werk. En je kan ze dus doneren met bitcoin. Vind ik leuk. Nou, daarnaast hadden we nog Coinbase, die um, bitcoin-transacties gaat batchen. En het is heel erg chill, want hierdoor zijn de transactiekosten lager. Komen allerlei transacties in een batch, gaan in één keer naar de blockchain. Dus het is eigenlijk voor iedereen ontzettend fijn dat dit gebeurt. Lage transactie. Vies, dus het hoeft niet verder omhoog. En ook de Bitcoin-blockchain wordt zo een beetje minder zwaar belast. Goed, hier wilde ik als laatste nog even naartoe. Oh, ik zie dat ik een foutje heb gemaakt. Hier wilde ik als laatste nog even naartoe. Um, en dit gaat over uh, wat we momenteel zien gebeuren. Wat we momenteel zien is. Een paradigm switch. We zien iets plaatsvinden wat ik nog niet eerder heb gezien. Wat in scène is voor mij ook totaal anders dan de crisis in 2000 uh, of 2000. 2019, uh, wat was het? Ach, oh, ik ben zo, vind het zo moeilijk met getallen. 1987. Ja, dat totaal anders. Fundamenteel ligt er totaal iets anders aan de grondslag. Het is ontzettend spannend, ontzettend interessant en heel erg mooi om hier bij te mogen zijn om dit te mogen ervaren met zo dicht met je neus erop. Maar onthoud wel dat ondanks dat er zoveel negativiteit is dat er ook Heel veel positieve dingen zijn. Je kan hier je voordeel uithalen, je kan straks je portefeuille opnieuw indelen. Uh, er zijn tal van positieve dingen die je hier uit kan halen. Een van de dingen, als je in lockdown zit, zorg ervoor dat je eens gaat rondkijken op internet, naar nieuwe skills die je wilt leren. Uh, kijk naar allerlei verschillende mensen, naar meningen. Naar, doe iets goed voor een ander uh, als je tijd over hebt. Uh, ik wil alleen zeggen, ondanks dat we met z'n allen hier in zo'n mega negatieve spiraal zitten, dat we weten dat het met de economie straks wat minder gaat. Zorg dat je voorbereid bent. Zorg dat de mensen die je lief hebt, dat die voorbereid zijn. Zorg dat je uh, mensen, de mensen die je lief hebt, dat die veilig zijn. Dus wees lief voor elkaar. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Ondanks dat er ja, toch wel wat mindere tijden aankomen. Overal zijn kansen. Er zijn kansen zat. Goed. Ik heb ook nog iets leuks. We hebben ontzettend veel aanmeldingen gehad, trouwens, voor de giveaway. En ik heb de naam van de winnaar opgeschreven. Want uit naam van Blocks mocht ik uh, 100 euro weggeven aan Bitcoin. Dat is ontzettend, uh, ontzettend een leuke, leuke giveaway weer. Want dan kan ik weer iets teruggeven aan jullie. Dus daar ben ik blij mee. Uh, de winnaar is geworden. Gerwin Schippers, van harte gefeliciteerd. Ik zal even zorgen dat Bloks contact met je opneemt. Dat dus is superleuk. Bloks heeft trouwens een ontzettend leuke app, mocht je het vorige week gemist hebben, voor op de telefoon. Uh, waarop je direct cryptocurrencies kan kopen, kan verkopen, portefuilen in je telefoon. Ontzettend fijn. En dat kan al vanaf een euro, dus dat is heel erg handig. Mega snel en heel erg handig. Ik vind het namelijk ontzettend leuk uh, dat het gewoon op je, op je telefoon kan. Um, goed, dat gezegd hebbende, Gerwin uh, ontzettend van harte gefeliciteerd. De rest, allemaal heel erg bedankt voor het meedoen. Ik ga kijken of we dit nog een keer kunnen doen. Net als uh, wat we al eerder hebben gedaan. Uh, vorig jaar hebben we heel lang uh, een giveaway-actie gedaan, iedere maand opnieuw. Dus ik hoop dat het nog een keer kan lukken. Mits het een, uh, een succes was, natuurlijk. Goed, er is nog één ding wat ik graag met jullie wil bespreken. En dat is natuurlijk de prijs van de afgelopen weken. En ondertussen komt deze kleine vriend even langs lopen. Hoi, schat. Hoi. Goed, uh, even de prijs van, uh, van Bitcoin, waar ik het toch graag even over wilde hebben. We zien hier die prachtige neerwaartse trend. En we zijn dus opwaarts uit die neerwaartse trend gebroken, waar daar we een soort van head and shoulders hadden. Nu moet ik heel eerlijk toegeven: zo'n head and shoulders-patroon komt niet vaak uit. Uh, dat is best wel even een, uh, een ding. We zien, we zien ja, behoorlijk vaak dat zo'n head and shoulders het niet goed doet. Ik werd vroeger de Queen of Head and Shoulders genoemd. Omdat ik altijd overal Head and Shoulders zag. Nou, heel vaak kwam dat gewoon niet uit. Maar in deze situatie hebben we dus een prachtige koersdoel gehad. Tot op die supportlijn van die neerwaartse trend. Daarna onderuit geschoten. En nu zitten we ergens hier binnen die neerwaartse trend nog steeds. Uh, je zou deze ook nog een... Slagje hierheen kunnen verplaatsen. Maar ik heb liever saved en sorry. Dus in deze zou ik hem ongeveer hier neerzetten. En nu is even de vraag: wanneer kunnen we weer opwaarts? Deze lijn komt trouwens vanuit hier, 2019, zelfs nog uh, was een mooie supportlijn. Maar nu is de vraag: wanneer gaan we die verrekte positieve divergentie zien? En we hadden al uh, geschoten dat daarvoor er eigenlijk een nieuwe low moest plaatsvinden, of althans, de body van de candle moet iets lager sluiten. Um, en dan kunnen we ook even alvast op de 4 uur kijken wat we daarop verwachten, of daarmee kunnen verwachten. Oeh, kijk hoe prachtig dit is. Dit is, dit, dit is wel magnifiek. We hadden hier positieve divergentie. Ik heb hier vanochtend nog over geschreven. Geweldig, net terug het trendkanaal in. Dus hopelijk blijven we in deze range. We zijn er dus nog niet uitgevallen. Nou, dat is schitterend. Uh, wat ik wel nog even wil zeggen, die, die koersval van vorige week, die heb ik niet zien aankomen. Ik heb uh, een toolset die het ongelooflijk goed doet. Ik heb een behoorlijk hoge score van ongeveer 82 van de keren waarin het goed zit. Uh, als trader kun je niet 100% van de keren goed zitten. Je moet het zo zien als dat je een handvat hebt. Uh, ja, het wordt ook wel eens uitgelegd alsof je op een, op een randje loopt, op een richtrol loopt en dat je zo'n heel mini klein zaklampje hebt, zodat je net niet van het randje afvalt. Maar ja, soms gebeurt het toch wel. Deze val heb ik niet zien aankomen. Helaas, ik had het gewild. Maar op zulke mate van volatiliteit, op zulke marktontwikkelingen uh, uh, kun je niet je TA op loslaten. TA is iets wat je op basis van kansberekening doet. Dus iets wat vaak voorkomt. En dit scenario komt niet vaak voor. Zo simpel gezegd. Dus ja, dit heb ik over het hoofd gezien. Maar lang leven de stoploss. Um, die er toch voor zorgt dat je er op tijd uit bent. Op tijd uit de markt bent. En ik heb teruggekocht. Ik heb al ietsje te vroeg teruggekocht zelfs. Rond de 5,3k volgens mij. Uh, dus ja, dat was iets te vroeg. Maar goed, aan de andere kant, wie weet waar we over een week staan. Ondanks dat zitten we dus wel nog steeds in die long-term downtrend. Uh, ik hoop dat we daar spoedig opwaarts uitbreken. Maar hou er even rekening mee dat we hier dus nog in zitten. Pas wanneer we weer boven die 6k ongeveer uitbreken, dan pas hebben we echt een, een opwaartse uh, potentie opnieuw. Maar dat kan nog wel even duren. Ik hoop wel dat dat voor de ja to toch wel voor de halving plaatsvindt, uh, zou vrij snel zijn, maar laten we duimen dat dat in ieder geval lukt. Goed, ik wilde ook nog heel even kijken naar de grafiek van goud overall. Ik kan je gelijk even laten zien wat er gebeurd is. Ik zal even de de daily erbij pakken. Uh, ja, dit is fors. Dit is uh, echt wel een uh, goede koersval. Uh, vrij heftig. Ik hoorde om me heen. Uh, dat er behoorlijk wat, wat posities nu worden teruggekocht. Mocht je nou trouwens geïnteresseerd zijn in het kopen van goud of zilver. En je wil dat voor een goede prijs doen, check dan even bij Gold Republic. Dat is echt mijn, mijn favoriet als het gaat om het veilig stallen van, uh, van goud en zilver. Uh, je stelt het ook in Zwitserland, zodat de overheid uh, het niet kan. Uh, ja, noem je dat? In economisch slechte tijden kan de overheid het, uh, het tot zich nemen als ze weten dat je het in je huis bewaart. Um, dus dat kan niet bij hun omdat de kluis in Zwitserland staan. Uh, en ze hebben gewoon een hele goede prijs. Uh, hele goede marktprijs. En ik vind het fijn dat ik het niet zelf in huis hoef te houden. Maar goed, um, hier zien we dus de koers van goud. Wat er gebeurt terug. Hoppa, hier steun. We hebben nu hier een soort van supportje hangen. Nou, hopen dat we niet terugvallen richting die 1450. Um, maar nog steeds relatief opwaartse trend. Niet zoals bitcoin direct terug. De downward, downward trend in. Uh, Daar neerwaarts trendkanaal in. We zien hier toch nog wel een vrij mooie beweging. En dan is even de vraag, want we zien hier nog geen positieve divergentie. Zien we dat dan op die 4 uur wel? We zien hier een hele lichte vorm van positieve divergentie. Lower lows, higher lows. Dus dat zou top zijn. Pakken we nog even de uur erbij. Uh, heb ik dat gedaan? Nee, dit is de daily. uursgrafiek. Hier zien we hem nog niet helemaal doorcijpelen. Ja, een mini beetje misschien. Maar goed, dan moeten we echt nog even wachten op die vier uur. Vier uur confirmation is altijd beter. Uh, maar overal zitten we dus nog in fase 1. Laten we hopen dat we snel richting die fase 2 gaan. En ik hoop dat ik je een beetje rustig heb gekregen. Dat de paniek even is, uh, is gezakt. We gaan hele... Ja, toch wel economische bizarre tijden aankomen. Maar doe er je voordeel aan. Zorg dat je... Heel veel online leert en uh, heb iedereen in je omgeving lief. Wees veilig. Zorg dat je niet besmet raakt met het virus. En haal hier vooral je positiviteit uit. Ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Ik in ieder geval wel. Ik ben dankbaar dat je naar mijn video gekeken hebt. En ik zou je graag volgende week weer terugzien op dit kanaal. Wanneer er een nieuwe video online is, ook heel graag. Ik hoop je gauw terug te zien en tot dan. Doei doei.